wat jullie eigenlijk verstaan onder gezondheid. Wat betekent gezondheid? Gezond eten. Niet roken, niet drinken. Buiten zijn. Niet te veel gamen. En als je al die dingen doet, zeg maar, niet te veel gamen, sporten, ja. Bewegen, goed voedsel. Wat levert dat dan op, denk je? Een gezond leven, een lange leven. Nou, hoe zitten jullie momenteel nu in je vel dan? Ja, goed. Ja, dat is wel lekker op zich. Ja. En wat zorgt ervoor dat jullie zo goed in je vel zitten? Af en toe afspreken met vrienden. Ja. Af en toe heel vaak. Maar ik denk dat vrienden niet het enige is waar je echt gelukkig en gezond van zou worden. Sport en gamen. Toch? Ja. Maar is er wel meer dan dat? Of? Ja, uitgaan. Af en toe naar familie en zo. Dus vooral sociale contact groot houden. Ja. Als je niet lekker in je vel zit, waar zou het dan door kunnen komen? Bijvoorbeeld een slecht cijfer. Ouders boos. Ja. Oftewel schoolprestaties en je thuissituatie. Ja, ruzies of zo. Wat is er in Leemlenveld voor jullie te doen? Het jongerencentrum. Bij vrienden blijven eten, ga je vaak naar de pizzeria. Ja. Het is echt chillen vooral. Maar meer eigenlijk niet. Gewoon bij je vrienden zijn. Ja. En de SOS, die houd je meestal van de straat af. Ja. Want als je nu zit, normaal zit je bij de SOS. En dan, dan zit je gewoon binnen, hou je minder katten kwijt uit. Maar als je op de straat gaat rondhangen, ga je de katten kwijt uit halen. Omdat je dan niet zoveel hebt. En dan word je opgepakt of konaren met politie. Ik ben wel nieuwsgierig. Stel nou dat je een keer een dag, want die dagen die heeft iedereen wel eens, dat je niet lekker in je vel zit. Dat er gewoon iets gebeurd is. Ja. Heb je dan snel de neiging om het daar te vertellen bijvoorbeeld? Of zeg je nou, ik hou het meestal wel voor mezelf? Nou, meestal is er nog tot nu toe nog niet ergens gebeurd dat ik het aan iemand zou moeten vertellen. Nee, dus, er zijn vertrouwenspersonen die zijn daar. Ja. Die zouden ook voor de rest niet doorzeggen. Maar ik heb daar dan nog nooit mee te maken gehad. Stel, er is iets, kun je gewoon Emily toe. Telt niet tegen mensen in de social vertellen, maar gewoon tegen de mensen die daar werken. We zullen nu bij de Smon wel zijn. Was hier. Ik heb al een wijstok. Nou, hier is de bar. Hier kun je de koffie halen. Ja, daar zitten de medewerkers van de show. Hier staat onze DJ set. Hier draaien we al onze muziek. DJ set. Hier draaien we al onze muziek en sturen we alle lampen. Of met meerdere gaan, kun je lekker op de bank zitten en dan gamen. Hoi. Ja. Nou, je zit al de hele dag, zo'n beetje.